Eerste doden in Gelderland als het gevolg van het coronavirus is een feit. Het aantal besmettingen loopt ook in onze provincie op. De teller staat inmiddels op 90. Dag dames en heren. Het coronavirus houdt Gelderland in zijn greep. Het openbare leven komt langzaam tot stilstand. Zo is het rustiger op straat en zijn de sportvelden leeg. Een lege baan is eigenlijk niet wat je als atleet en sportman wil zien natuurlijk. En de coronacrisis heeft ook gevolgen voor de economie in Gelderland. Achterhoekse ondernemers hebben zelfs al arbeidstijdverkorting aangevraagd. Ja, en er zit wel even een kleine tegenvallen, maar we laten ons hier niet doorkisten, absoluut niet. Nee. De eerste dode in Gelderland als gevolg van het coronavirus is gevallen. Dat heeft het Sint-Jansdal ziekenhuis in Harderwijk vanmiddag bekendgemaakt. Het zou gaan om een ouder persoon. Het aantal besmettingen in onze provincie is gestegen naar 90. Het coronavirus houdt ook in Gelderland de gemoederen flink bezig. Zo is het op de markt in Apeldoorn het gesprek van de dag. Op dit moment is het wat rustiger. En ze willen toch, het is toch het gesprek van de dag. Dus ze willen graag hun ei kwijt, ze willen het verhaal kwijt. Je kunt wel merken dat er wat aan de hand is, zeg maar. Het druppelt een beetje. Het is niet zoals anders. Ik pas wel op, ja. Ik kom net allemaal mensen tegen en ik zeg doeg en dan loop ik gewoon door. Wel bang omdat ik heb longen niet goed. Daarom maak ik een masker van me. Veiligheidsregio's hebben een noodverordening afgekondigd. Dat betekent dat evenementen met meer dan 100 mensen verboden zijn en dus strafbaar. Er zijn natuurlijk duizenden bedrijven, evenementen, vergaderlocaties. Die gaan we niet allemaal zo fysiek controleren. Maar mocht er geconstateerd worden dat iemand zich niet houdt aan de aanwijzing van minister Bruins voor volksgezondheid, ja, dan zal ik daarin optreden als men dat niet op vrije wil doet. Die oplettendheid is er ook op de markt in Apeldoorn. Er was net een mevrouw bij een kraam, was met fruit bezig, snuit de neus, gooit het zakdoekje weg, had wel de handschoenen aan en gooit de handschoenen niet weg. Die heb ik wel even aangesproken. Dus als ik elke klant help, dan ga ik even mijn hand ontsmetten. Dan kan ik zo de virus overdragen naar iemand anders, dus dat wil ik niet aandoen. Bent u nu nog extra aan het hamsteren? Nee, helemaal niet. Ik heb een paar knakworstjes gehad wat ik altijd doe. Hey, het zijn de zaterdagavondboodschappen, de zoutjes. Dus voor de zaterdagavond, nee, ja, niks bijzonders, nee. Wacht het maar af, hè? En hopen dat we het niet krijgen, hè? Ja, en dat verbod op grote bijeenkomsten is ook terug te zien op de sportparken. Waar het normaal gesproken op zaterdag wemelt van de sporters, slagen de velden er vandaag stil en verlaten bij. Vandaag geen geschreeuw, geheig en gejuich van sporters, maar fluitende vogels op Sportpark Orderbos in Apeldoorn. Op een normale zaterdag zouden zo'n 300 sporters in alle leeftijdscategorieën zich hier verzamelen. Maar vandaag blijft de baan leeg. Het is bijna als een dag niet geleefd eigenlijk als het ware. We zijn donderdag met een paar mensen bij elkaar gekomen. Toen hebben we het besluit genomen om alles af te lassen. Dus geen enkele training, geen enkele activiteit. En ook iets verderop, bij voetbalvereniging Albatros, liggen de velden en de kantine er verlaten bij. Voorzitter Bastiaan Bakker vindt het een treurig gezicht, maar verwacht dat deze rust nog wel wat langer aanhoudt. En probeert daarom van de nood een deugd te maken. Nou, we gaan wel in overleg met de onderhoudsploeg om te kijken of we wellicht wat onderhoud naar voren kunnen trekken. Zeker als deze periode langer aanhoudt, je krijgt nu mooie maanden met een betere temperatuur. Als we dat nu naar voren kunnen trekken, dan kunnen we dan iets langer doorvoetballen. De komende tijd komen sporters dus voor een dicht hek te staan. En hoeveel pijn het ook doet, trainer Christian Wanders begrijpt de keuze. Zeker ook hoe de uitbraak zich ontwikkelt op dit moment, dan begrijp ik dat dit gebeurd is. Ondanks dat mijn sport had gezegd, ga lekker door. Maar ik snap dat deze keuze gemaakt wordt, ja. Ja, de politie roept op de sociale media trouwens op om een oogje in het zeil te houden, nu alle velden gesloten zijn. Ziet u iets verdachts op de sportvelden, bel dan de politie. En inmiddels wordt ook duidelijk dat de coronacrisis de economie in Gelderland raakt. Achterhoekse ondernemers maken zich zorgen. Zij vrezen voor inkomsten. En sommigen hebben zelfs al arbeidstijdverkorting aangevraagd. We hebben een aanvraag gedaan bij het ministerie van Economische Zaken om werktijdverkorting van 75%. In de middag verzamelen ze zich in het restaurant van een van de ondernemers in Aalten. Want de zorgen zijn groot. Natuurlijk, we hebben een kleinere buffer opgebouwd. We
hebben ons personeel aangenomen op de groei. We waren goed bezig. Omzet was gewoon hartstikke mooi wat we allemaal draaiden. Ja, en er zit wel even een kleine tegenvallen, maar we laten ons hier niet door kisten, absoluut niet. Nee. Wij missen op dit moment voor de aankomende 2,5 week ongeveer 95% van onze verwachte omzet, van onze geprognotiseerde omzet. 95%, dat klinkt wel heel desastreus. Dat is als er geen maatregelen komen vanuit de overheid. En het, dan is het inderdaad best wel desastreus. We hebben begrepen van de minister van Financiën dat de zakken diep zijn. En dat ze ook besluitvaardig en ook snel onze ondernemers kunnen gaan helpen om ons hier doorheen te slaan. Het had al lang besloten moeten zijn, hè, want we hadden natuurlijk al lang de grenzen dicht moeten gooien. Maar goed, dat is altijd achteraf gepraat. Ik denk dat er strenge maatregelen nodig zijn. En die maatregelen, waar zouden die dan uit bestaan? Want voor u heeft dat natuurlijk ingrijpende effecten, bijvoorbeeld als uw zaak gesloten kreeg. Ja, maar ik kan het wel voorstellen dat dat gebeurt. Crisis in de horeca. Achterhoekse ondernemers zoeken elkaar op om kennis en ideeën te delen. En vooral de hoop erin te houden nog wat te kunnen compenseren. We denken wel na over, wil iemand thuis een feestje doen in plaats van hier? Als ze dat willen, zou dat kunnen. Wij hebben daar ook de mogelijkheden voor. Ja, dat is wel weer een dingetje waar we inderdaad als ondernemers over nadenken. Ja, en in tijden van crisis blijken we toch niet zo egocentrisch als misschien wordt aangenomen. Terwijl het coronavirus steeds meer om zich heen grijpt, bieden we elkaar spontaan en op grote schaal hulp aan. Bijvoorbeeld op de sociale media met de hashtag coronahulp. Nu de zorgen groeien, de isolatie toeneemt en de overheid meer en meer maatregelen afkondigt om corona de kop in te drukken, bieden mensen elkaar spontaan hulp aan. Op sociale media gaat de hashtag coronahulp viraal. Nu ook onderwijsinstellingen zoals de Radboud Universiteit sluiten, bieden onder andere studenten hulp aan. Bijvoorbeeld als kinderoppas. Mijn school gaat niet meer door. Wel zeg maar online, dus ik hoef niet meer de deur uit. En ik dacht of ik nou thuis zit of bij iemand anders die mijn hulp goed kan gebruiken. Ja, dat zou ik graag doen. Maar contact zoeken met mensen die hulp nodig hebben blijkt nog lastiger dan gedacht. Met een hashtag heb je bijvoorbeeld nog niet zomaar een ouder iemand te pakken die wel iemand kan gebruiken om een boodschap te doen. Dat merkte deze Nijmegenaar ook. Dus we zijn vanochtend iets proactief aan de slag gegaan. Rode Kruis probeert te bereiken, Leger des Heils, diverse verzorgingshuizen. Maar die hebben allemaal protocollen, dus het is nogal moeilijk. Maar er wordt in ieder geval massaal hulp aangeboden. Nou, dat zegt mij dat we met z'n allen toch best wel een steentje willen bijdragen. En dat doet me eigenlijk wel goed. Dat de meeste mensen deugen. Dat we ook voor elkaar zorgen. Juist in tijden van crisis. We hebben soms een beetje het gevoel dat iedereen langs elkaar heen leeft. Maar je ziet wel dat in zulke noodsituaties zoals het nu eigenlijk, dat er iets als samenhorigheid bestaat. En een hashtag coronahulp is mooi. Maar kijk vooral ook even om je heen in je directe omgeving. Dat hoop ik dus heel erg. Boodschappen doen, hondje uitlaten of misschien zelfs een maaltijd brengen. Moet je natuurlijk wel heel erg letten op hygiëne. Dat soort kleine dingen. Straks 3 kilo vette fastfood. Wie kan de grootste hamburger van Nederland op? Ja, meer dan 2 dagen eten eigenlijk, dus dat is wel best eng. Ja, want er is ook nog ander nieuws. Zo is er voor de 2e keer in iets meer dan een maand tijd weer hoog water in de rivieren. Rijkswaterstaat verwacht dat de Rijn bij Lobith dit weekend nog 13,60 meter boven NAP bereikt. Vanochtend was de stand nog 13,34 meter. De verwachting is dus dat dit nog stijgt. Sommige uiterwaarden zijn gesloten. Dit om dieren die nog maar een klein droog plekje hebben niet te storen. De waterstand zou na het weekend weer moeten dalen, omdat er dan minder regen in Duitsland en Zwitserland wordt verwacht. De Molukse gemeenschap in Apeldoorn viert op 25 april het uitroepen van de Zuid-Molukken als zelfstandige staat in de RAI in Amsterdam. Deze locatie is het alternatief geworden voor het plaatselijke theater Orpheus, waar de bijeenkomst normaal gesproken altijd is. Vorig jaar ontstond er oneenigheid over de veiligheid met de leiding van het theater. De Molukkers dwongen de bijeenkomst in Orpheus toen zelfs via de rechter af. En dit jaar is het theater op 25 april al geboekt voor 2 andere shows. De leefbaarheid van Waardenburg, Beest en Bruchem zijn in het geding door de enorme drukte op de snelweg A2. Dat zeggen de gemeenten West-Betuwe en Zaltbommel.
De drukte zou nu al voor veel sluipverkeer zorgen, waar de plaatsen mee worden belast. En dan is er nog sprake van de verbreding van de snelweg. De A2 bij Waardenburg komt dan mogelijk dichter bij woningen en bedrijven te liggen en zorgt dan voor nog meer overlast. De gemeente wil verder onderzoek naar de verkeersdoorstroming van de A2. Ze kunnen voorlopig blijven staan. 31 oude platanen aan de Sint-Jans-Gildestraat in Beek. De gemeente wilde ze kappen vanwege de veiligheid van de weg, maar komt daar nu op terug. Maar niet iedereen in de straat is daar even blij mee. Johannes Koster is net als een meerderheid van de buurt de oude platanen liever kwijt dan rijk. Regelmatig ziet hij gevaarlijke situaties voor zijn deur gebeuren. Een vrouwtje gevallen, hier gevallen. Over de dingen. En een man met de fiets over de kop. Een kind voor de auto gelopen. Ik heb hier van alles gezien. Toch zijn een aantal buurtbewoners maar wat blij dat Montflant de beslissing om de monumentale bomen te kappen heeft teruggedraaid. Fantastisch nieuws. Ja, heel fijn dat het inzicht is gekomen dat die bomen echt belangrijk zijn en moeten blijven staan. De gemeente gaat nu samen met een werkgroep van aanwonenden kijken hoe de weg veiliger ingericht kan worden. En hoopt voor de zomer met een voorkeursvariant te komen. In theorie zou het zelfs zo kunnen zijn dat alsnog alle bomen gekapt gaan worden. Daar ga ik vooralsnog niet van uit. Ik denk dat het een compromis zal worden tussen voor- en tegenstanders van bomen, waarbij een groot gedeelte van de bomen waarschijnlijk gehandhaafd zal worden. De discussie over de bomen in de Sint-Jans-Gildestraat zal dus ook de komende tijd de gemoederen nog flink bezighouden. Ze zijn er al 3,5 jaar mee bezig. Vrijwilligers van mountainbikeverenigingen in het Rijk van Nijmegen leggen 70 kilometer aan nieuwe routes aan. Van uitzetten en snoeien tot graven en afwerken. De 300 vrijwilligers doen het allemaal zelf. En dat is een flinke klus. Jongen. Ja, het valt niet mee om 70 kilometer mountainbikeroute aan te leggen. Zo'n stukje, zoals dit, ja, dan kun je gewoon rustig 4 uur op werken met een paar man. Vanaf augustus vorig jaar zijn deze vrijwilligers al bezig, maar eind maart ligt er dan ook wat. Het wordt het mountainbike-paradijs van Nederland, zeggen wij. Maar ja, iedereen zegt dat van zijn eigen mountainbike-route. Maar wij weten ook zeker dat het dat wordt, want een prachtige heuvelachtige omgeving in het Rijk van Nijmegen. En daardoor krijgen we dus ook die uitdaging erin die we zo graag willen. Want de huidige routes, die waren ontstaan vanuit de toegangswegen van natuurbeheerders, boden die uitdaging niet. Ze zijn heel saai geworden. Voor de nieuwe routes is ruim een ton uitgetrokken door onder meer de provincie Gelderland en de gemeentes Heumen, Bergendal en Nijmegen. Het gaat erg snel. Het weer is wel heel erg nat, maar de grond is toch droog genoeg hier. En hier kun je heel goed bouwen op deze plek. De routes moeten in de toekomst aangesloten worden op andere trajecten, zodat er een landelijk dekkend netwerk komt. En de eerste testrondes zijn veelbelovend. Boswachter zei het laatst nog tegen mij van, nou, ik stond er laatst bij en ik hoorde gewoon die mannen als kleine kinderen joelen van, oh, wat leuk. Ja. Ja. Maar de wandelaars die joelen niet altijd, hè? Want daar gaat het ook vaak over. Mountainbikers, dat gaat niet zo lekker samen met wandelaars. Ja, maar dat is ook een van de redenen om dit project te starten. Om een betere scheiding te krijgen tussen de recreant en het bos. Oh, dat is los. Ja, en ik weet niet wat u heeft gegeten vandaag. Maar het is ongetwijfeld minder dan wat twee bodybuilders in Barneveld als lunch hebben gehad. Zij probeerden de grootste hamburger van Nederland op te eten en een nieuw record te vestigen. 3 kilo aan vette massa. Ik heb mijn ontbijt door de helft gedaan en die is normaal heel groot. Meer dan 1000 calorieën. Ik moet nog een uur wachten, dus die is wel, maag is wel leeg zometeen. Ik heb niet ontbeten, ik heb alleen een eiwitshake gehad. Dat natuurlijk in voorbereiding voor de challenge. Met een lege maag gaan de twee krachtpatsers de challenge aan. Toen ze hoorden van de grootste hamburger in Nederland, waren ze ervan overtuigd dat ze deze Big Daddy op kunnen. Ja, het is wel een heel leuk gezicht. Mensen die gaan er vol goede moed in. En dan na 3-4 hamburgers, dan ga je vragen, smaakt het nog? En dan is het dan zo van, ja, het smaakt wel, maar nee, dit ga ik nooit redden. Want 13.000 calorieën is superveel. En met die wetenschap kruipt er toch een beetje onzekerheid naar boven. Ik zit nu op een dieet van 7000 calorieën, maar dat is verspreid over de dag. Dus ik ga alles op alles zetten. Dat is meer dan 2 dagen eten eigenlijk, dus dat is wel best eng. Na 2 uur eten is Richters er helemaal klaar mee. En met de eindstreep in zicht kwam Leeuwen net 1 hamburger tekort voor een nieuw record. De laatste 2 waren echt gewoon super zwaar. Elke hap was gewoon echt gewoon strijden om het naar binnen te krijgen.
En niks hielp, sausjes hielpen niet, drinken hielp niet. Dus het was echt gewoon, kon gewoon niet meer. Ja, zag er best lekker uit eigenlijk. Gaan we naar het weer. Op de foto ziet u kajakkers op de Spiegelwaal. En dat kan eigenlijk alleen als het hoog water is. Het weer daarvoor was vandaag prima. En vannacht is er soms nog een opklaring, maar vaak drijft de bewolking over. Het blijft meestal droog en het koelt af tot 6 graden. Morgen is het vaak bewolkt, soms breekt ook even de zon door. En het blijft waarschijnlijk droog. Er staat een matige zuidenwind van 4 Beaufort. En de temperatuur die stijgt naar 13 of 14 graden. De dagen daarna verlopen droog met geregeld zon en temperaturen die oplopen naar 15 graden op woensdag. En donderdag kan er weer wat regen vallen. Ja, tot zover het Gelders nieuws. Meer online natuurlijk. En daar ook het laatste coronanieuws. Ik zou zeggen, doe rustig aan dit weekend. Maak er een fijne avond van, bij voorkeur thuis. Dag.